Yo mensen, ik ben hier met Ronald en wij doen vandaag weer GTA Race. Ja, en we gaan met van die VIP-auto's, dus ja. Ready. VIP met een F en een D of zo. Dus let's go. Ja. Zo, nu gaan alle mensjes aan de kant. Hoop ik. Ja, dit is eigenlijk gewoon dikke onzin, maar goed, who cares. What the fuck, heb jij meer vermogen in het ding of zo? Jori! Jij emo-piemel, wat doe jij? Jij maakt mij half vallen van de weg af hier. Nou, wat? Pardon? Godse klering, hé. Zie mij gaan dan, de echte pro. Wat? Je bent helemaal geen pro, je bent verre van pro, gast. Oh! Jolie, wat jij is! Holy cut, nee! Kom, laat die granaten vallen. Move your ass, bitch. Kut, zo mis ik zo'n ding. Jee, trusten, Jolie. Nu hoor je zo'n kutmotor op de achtergrond. Ja, ik hoor het. Mensen schijnen helemaal niet aan de kant. Ze gaan alleen maar stoppen op de weg. Uit naar die sirenes. Opbokken je met je dikzak auto. Nou zeg. Gaat een beetje midden op de weg staan hier. Vinden we het normaal of zo? Ja, inderdaad, die dikzaksauto moet opbokken. Dat zeg ik toch. Wat een kutdikzak. Nee, maar kijk jongens, ik krijg gewoon pro hier. Gewoon GTA Pro, oh my god. En als ik daar zeg, bos ik tegen weer zo'n dikzak mobiel. Godsamme. Nu staat die dikzakmobiel in de weg. Door die dikzak kan ik jou net niet inhalen. Godver, bedankt dikzak. Dikzak. Kijk, super, kan je gaat een beetje met 10 km inhalen hier. Bok op, mens. Jezus, moet de traffic echt op medium gaan zetten of op low als we op de snelweg gaan rijden, Oh hoor. nee, ik donder bijna van dat ding af. En ik donder van de gevoel. Ik ben in het water, Ronald. Jee! En deze hebben we toen met die politiewagen gedaan. Volgens mij heb ik jou zo episch heb ingehaald. Maar goed. Ja, als we sommige tracks dubbel doen, dat spijt mij, jongens, maar daar kunnen we helaas niks aan doen. En als vandaag weer een korte lap is, dan gaan we gewoon nog een race doen, oké, Jordi? Hé? Nou, ik ben nog bij lap 1, dus het Om zal niet goed meer. te maken voor de vorige keer dat het ja, zo kort was. Holy shit, dat is een dikzak, hé. Oh, ik neem die dikzakauto, jongen. Die neem ik. Hoezo? Wat moet je met een... Godverdomme, die dikzak! Nee, niet in die emu-auto. Ik wil in die emu-auto. Nee, dit is een jastie-mobiel. Ja, ik neem jouw Ik ga binnen dikzakauto. door. Ja, of niet? Nou, dikzak. Ga ik. Gewoon omdat ik heb nu zo'n dikzakauto. Jij mee, dikzak-auto? Ik neem een blauwe. Wat? Een blauwe Dikzak-auto. dikzak? Ja, zo'n SUV-dikzak, hè? En een repair kit was daarheen. Nou, tot zover de politieauto's. Wat voor dikzak-auto heb jij nu dan? Ik heb zo'n, volgens mij is het ja, een grijze dikzakauto. Ja, nee, maar hoe ziet die dikzak-auto eruit dan? Is het zo'n... Nou, ik. Is het zo'n SUV-ding of is het zo'n people carrier? Dat klopt heel erg. Wat? Wow, die hoi! Oh mijn god, Jordi. Ik kijk mijn broertje, de dikzakauto. Volgens mij reken je zo precies dezelfde auto's als jij rijdt. Nou ja. Waar is de fucking keer repair kit? Mijn band ligt eraf, want ik hang 50 centimeter naar rechts toe. Nou, dat is niet En best. jullie vel is nog een keer verbogen, ook nog volgens mij. Oh, dat is Jee, bloep. gedaan. Ik ben volgens mij dicht bij jou. Normaal niet, gast. Ik rijd gewoon 10 km voor jou. Nou en? Goh, de drukte hier. Zo, die dikzakauto die manoeuvreert er wel lekker tussendoor, zo. Iedereen denkt, ja, die is een dikste zak, die moet er even door. Ja. Make passing Godver. through. Knal ik je Holy dikzak. cuts! Nee, niet de dik... Nee! Jordi, ik ben van de snelweg afgereden. Wat Oh. ik ben fucking in een bos of zoiets. What the fuck ben ik? Ben je met zo'n dikzakauto van de weg afgedonderd? Soort van. Oké, nu zit ik weer op de snelweg. Oké. Waar moet ik heen? Ik moet Sorry. hierop. Ja, oké. Zoals ik hierop En rijd je ga. mij van de weg af? Wat is dat voor smalle kutauto? Goh, wat over het zit nou? Dat ik een dikzakauto heb. Nou, nee, ja. Nee, ik kan. Ja. Nou, ik ga er maar weer in. Want als Zo, ik die nu. duwt die Kijk, van kijk, mijn kijk, auto kijk, gaat kijk, ja. doodknallen.
Zo. Okay. Hoppakee. Zo, ik ben weer on track, jongens. Ik ben er weer. Ja, mijn navigatie skills. What the fuck rijdt die dude met die motor weer hier of scooter? Volgens mij was het scooter. En dan rijdt hij weer hier. Scooters rijden je op de snelweg, Jordi, in GTA. Ja, dikzak, ga weg. Nou, mijn motorkaart is bedankt. Iemand rijdt volop in mij. Wauw, dat is wel heel cool. Dit is emotistisch. Jongen, deze dikzak auto die gaat gewoon over de kop en alles. Jordi, ken je dat programma Duck Dynasty? Oh, jezus, man. Wat? Mijn auto die flipte. Nou, hey, maar ken jij dat programma Duck Dynasty? Nee. Oh, oké. Okay. Kut, emu-bak. Ga nou. Wat is dat programma dan? Nou, dat zijn een paar van die CZ Toplui, van die kerels met van die goede baden en zo. En die maken van die ene fluikjes en die zijn dik miljonair en zo. Dat is gewoon master. Dikke reclame maken in de video. Mag dat niet? Nee. Stomme Obama. Pardon? Is ook kerel hier. Oh, jullie is de vlak achter mij. What the fuck? Fuck, waarom sta ik als eerst? Ik sta eerst dus. Niet ik. Bij mij staat de eerste. Oh, nu tweede. Ja, ik wou net zeggen, what the fuck, man. Je cheat weer, nu sta je weer daar. Kap met cheaten, Ronald. Ik cheat niet. Jawel, je staat opeens weer daar. Ik cheat niet, Jordi. Je cheat wel. Maar niet. Ik wil echt straks jouw video zien, want jij cheat gewoon. 100% zeker. Niet cheaten, Ronald. Cheat niet, mens. Sorry. Kutzooi. Hey, je rijdt in dezelfde dikzakauto als ik. Tuut. Dikzak passing true. Oké. Zo, ik ga even die repair kit klappen hier zo. Deze titel voor de video, Ronald cheat. Ik cheat helemaal niet. What the fuck? Ik rij op zo'n dikzakauto en dan valt volgens mij iemand uit de achterbak, maar ja. Wat? Het zal wel. Jordi, eet mijn stof. Pardon? Eet ik jouw stof? Nee, eet mijn stof. Jij moet mijn stof gaan eten, omdat ik nu heel snel ga rijden en die staat een paar van die emu-jos die auto's. Een beetje te kletsen, nee. What the fuck, maar op bokken. Kutzooi, staan er weer van die fucking auto's hier. Staan gewoon die auto's gewoon een beetje stil aan de snelweg. Ja, sorry meneer, moet je me niet op de snelweg gaan lopen. Ja, moet je me niet aan de verkeerde kant van weg rijden. Jij moet niet op de snelweg rijden, opdonderen jij. Zeg maar dag tegen je motor. Die zie je niet meer. Ja, de emu's gaan de auto's hier parkeren. Dan heb je dikke pech. Ik wou de bezoek aanpakken, maar dat moet ik maar niet doen, maar dan gaat Jordi winnen. Wat? Ik wou weer zo'n bazooka pakken, alleen dan ga jij winnen, dus dat moet ik maar niet doen, denk ik. Ja. Er is ook niet echt ruimte voor fouten. What the fuck? Er is ook niet echt ruimte voor fouten, want nou ja, straks dan ga jij winnen en dat wil ik niet. Zo, nu ga je even de rotonde klappen. Veel te hoog, Ronald. Wat? De traffic staat veel te hoog. Wat, weet lager de volgende keer? Ja. Nou, die gaan we meneer Gjord, die is even de spek heten. Oh, dan komt ja die dikzakauto. Tuut. Oh mijn god, wat race. Ronald, moet je dit zien? Moet je dit zien? Wacht, dit ga ik voor het finishen doen. Nee! Wat is dat? Ja, mislukt dit voor de... Ja. Geniaal. Goed, eens even kijken. Nou, 8 minuten. Zullen we er nog eentje doen? Voor omdat we de vorige... Nee! Maar de vorige keer was een hele korte video, Jordi. De no end? Wil je niet nog eentje doen? Nee. Nee. Oké. Nou jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Tot de volgende keer. Kijk het kanaal van Jordi niet, want nou ja, hij wil niet dat jullie genieten van video's, want ze moeten heel kort zijn voor hem. Maar goed, in ieder geval jongens, like even de video, abonneer even. Dit is een video, want hij cheat. Ik cheat niet! Jawel! Volg ons dus even op Twitter en wel Jordi, wil je nog wat zeggen? Gewoon dat cheat. Dat had ik al verwacht. Maar goed, tot de volgende keer, mijn jongens. En wel, dan zien we jullie later. Dus ja, later mensen. Later.